is dit nou allemaal? Ja, Smullen met Wim. Ja, Smullen met Wim. Vandaag is iets heel anders. We hebben eens een keer de serieuze tour gepakt. We zijn eens een keer onderweg gegaan, in de auto gestapt. En we zijn naar een jongen gegaan die helemaal uit Wouwbach in Ambi terecht is gekomen. En wat die heeft gemaakt, dat wil je niet geloven. Het is gewoon fantastisch, het is gewoon hartstikke mooi. Ik zou zeggen, dit is een keer anders. De zakelijke kant van Smullen met Wim. We gaan eens even kijken. Bij Sonson Weringen, al 125 jaar gevestigd in Maastricht. Veel plezier. Che Guevara, Fidel Castro en de belangrijkste man, Jo Bremen. Maar er staat nog live in Biemig. Jo, leuk dat ze ze even willen ontvangen hier op Team Bedrijf. Ja, we zijn even boete als paden getreden. Normaal zitten we in Parkstad, maar omdat toen de jong van Parkstad is, Wouwbach, dus is het altijd Wouwbach Centraal. Vind ik leuk dat ze ons even begroeten mogen hier in het... Niet het Theater van de Schone Kunst, want normaal organiseert ze ook altijd hele mooie feesten, maar gewoon op het kantoor van Sonson Weringen. Hoe lang besteed het nu precies? 124 jaar? Precies dit jaar 124 jaar. Het steed nog helemaal uvel 1896, maar wordt toen in de snelheid gaan we dat te sneller te gaan. De aanvraag voor het 100 jaar bestaan, maar dus dit jaar, oktober, wordt 124 jaar. We hadden de erkenning van gekregen, we hadden nooit aangevraagd. Is toch wel verleend, maar door de corona loopt dat een beetje achterom. Jo, heeft dat nog een voordeel als de koninklijke hofleverancier bent? Mag dat toch duur open die normaal toe zouden blijven? Nou, ik denk bijna zeker. Want ik weet dat van vroeger, we worden ISO 9001, we worden overal vuur gecertificeerd. Maar ik weet dat mensen bij grote projecten, of ik nu dadelijk het Circus Theater van de Ende, of het Pim de Lamar, die houden toch immers iets van, want daar stond koninklijk, daar wisten ze, het bedrijf, daar steed gaat achter, de hoofd niet te informeren van wie lang bestond ze. Nee, dat body. Het is een familiebedrijf. Je mag dus totaal nergens in de smet oprusten. Je moest aan alles voldoen, mag ze met de fiscus in aanraking zeggen, et cetera, noem maar. En wat dat is, werd dat nog een check. En wens aan het familiebedrijf best, en het besteedt 100 jaar, dan krijg je dat kunst en aanmerking voor dat predicaat. Dus als de koning een rol gelegen moet hebben, dan kun je ook bij liggen. Nee, dat is juist niet. Want de meesten denken koninklijk, dat had totaal niks met koninklijk huis te maken. Het is gewoon een familiebedrijf, wat meer dan 100 jaar besteedt, kan een aanmerking komen voor het predicaat en had totaal niks met koninklijk huis te maken. Wie komt zo'n jong uit Wouwbach in Ambi terecht in de middle of nowhere? Nou, in 76 leer ik mijn vrouw kennen. En door mijn vrouw kom ik dus als vertegenwoordiger in het bedrijf Zoonsrolijke Zonwering. Toen nog een bedrijf wat alleen maar gespecialiseerd wordt, zeker in houten rolluiken, aluminium rolluiken en zonneschermpjes. Alleen in de 80er jaren, dat was een nog ergere crisis dan nu, toen stond de rente 13%, dat weten de ouderen zich nog te herinneren, toen gingen de winst bergafwaarts. En de gevestigde orde toen, die zogen het niet meer zitten en die dachten van poeh, dat raden ze nooit meer. Nou, toen ging ik met de oude zoons alleen door en dan moest hij op een latere leeftijd nog op Neuts met Micho beginnen en waarom Neuts starten. En ik weet dat ik toen dat tijd, ik zag een merk liggen en geen geloof mij. En ik hou 6000 gulden nodig, maar die hou van niet. Want die zaak stond dusdanig slecht, dat ik naar de directeur van de Rabe ging, ik zei naar Brouwers, ik zie een merk liggen en geen geloof mij. Maar ik ga 6000 gulden nodig voor een beurs in Amsterdam. En ik weet zeker, via dit product wat een ander niet kan maken, zegt hij zo tegen mij. Christen ze niet van de zoons? Nee, dat christen ze van mij. Die gaf me 6000 gulden en met dat gegeven ben ik naar de oude zoons gestapt en gezegd, luister gewoon naar Amsterdam. En dat verklaarde niet van rijk? Natuurlijk, dat wordt rijk, want mijn voorgangers houden natuurlijk niet al te goed gedaan. De dag ben ik weer zo'n gek erin, ben ik alles kwijt. Dus dan, ik betaal. Ik zei, dan heb ik pech. Stond ik op de stroep en ze zei, jij is het. Maar had ik succes, daar kom ik ook bij. Nou, en toen zijn we begonnen. En dat had geresulteerd dat voor in Amsterdam, op de oude zijds, in de Rosse buurt, schermpjes is. Want er was geen computer, er was geen social media, er was geen handy. Dan moest ik met een pieperke, 3 dagen westen, 3 dagen zuiden, en dan moest ik maar kijken wie. Want ik kom dus in Zeeland, nu kijk ik even op Street View, wie is het pand, voor maken de prijzen, en dan gewoon voor pas.
En zo zijn we begonnen. Schermke op het Rembrandtplein, Schermke op het Leidseplein. En nu inmiddels is geen stad in Nederland, en zeker verder buiten, waar geen scherm hangt wanneer van zoon is. Ja, ik zie nog steeds meer dat ze Europa aan veroveren is. Mijn zoon is nu pas met een jong sinds ze naar Sardinië geweest. Terwijl hij vroeger alleen al door de corona moet de uur varen, door het test en alles, van Toulon tot Sardinië. Popoyeng, dat is het dorpje, daar had Chopin met zijn matres geleerd. En vanuit de Fletchergroep, alle hotels gemaakt. Ja, noem het maar op, kan. Het is te gek of verzitteren. Ja, ik stond even bij Lio. Afdeling armen. Is dat voor u zonder geld of is dat de arm van de roodvlees? Ja, dat is voor jullie zonder geld. Zonder geld. Ik heb alles open. Nou, als ze zoon op de brood hebben staan, hebben ze altijd geld. Dat doe ik met Ieren. De baas is verzorgd te groot. Ja, absoluut. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, hij wil de arm gebrand. Voor de sieren, die liggen er allemaal. Maar dat gaat allemaal automatisch? De automatisch, ja. Kwestie van de motor instellen en het kind kan de was doen. Ja, ze stellen dat in, ze hebben dat programma voor. En dat kun je kan en klaar zitten rood. Het wordt zuiver gemaakt. Dat wordt dan naar de koterij gebracht, gespoten. Ja. En dan wordt het er nog in één gezet. Ja, ik ben ook even in de back-office en dan kom ik misschien toch zomaar even een beetje van Landgraaf tegen. Dat elke dag door weer een wind die naar Ambi moet komen. Wie komt ze misschien dan uit terecht? Ja, wie kom jij terecht? Via een kennis van ons. Daar heb ik jij aangedragen. Dus ik ben hij op sollicitatiegesprek gekomen. En ik moet hij beginnen. En het klikte onder Landgravers. Ja, want tegenwoordig is je ook Landgraaf, hè? Hey, en wat is die functie? Ik ben hij secretaresse. Secretaresse? Ja. En het bevalt me goed. Ja. En het bevalt goed bij meneer Bremen? Ja, absoluut. Absoluut. Een hele leuke werkgever. Ze noemen hem ook wel eens Sinterklaas. Ja, maar dat horen we pas geleden nog, hè? Hij was Sinterklaas, ja. Ja. Ja, een hele leuke en lieve Sinterklaas. Maar ja, zeg maar, zijn bedrijf als ze dat allemaal doen, hè? Ja, dat vindt ze tegenwoordig nog eens. Ja. Ik zie door de galerie van de Gouden Eeuw, als ze 50 jaar hier werkt, dan komt ze op de trap te hangen. Hè? Ja, klopt. Als ze 2 jaar werkt, komt ze aan de trap te hangen. Jo, wat is dit nou weer, Kel? Ik heb het idee dat zo'n beetje door Cube is, uit de James Bond films, met allemaal die nieuwe uitvindingen. Is dit een teufelk? Nou, ik wil je vertellen, dus Winse Pax, dit is een uitvinding van Maurice Lennarts, onze engineer. Dat ding heet ook door Maurice Lennarts. Ja. Wat is nu? Met luie scherm willen ze ook shotten. Op de dag van vandaag moet allemaal toe zijn. Ja. Nou, wat bleek nu? We moesten het hadden dat automatisch ook toe sloeg wat er kier tussen het scherm en het shot afdichten. En Marissa kwam toen met dat idee van, ik ga een idee. Ik ga het niet verstoren. Het scherm gaat in. En hier gaat het gebeuren. En dan kunnen het. En dan wordt naad. En het wordt vroeger handmatig. Maar ja, op de dag van vandaag, er is geen scherm hier handmatig. Alles op afstandsbediening. Ook dit moet op afstandsbediening. Maurice, van de engineering afdeling. Klopt. Geen door de ontwerpen. Dat zeggen ze, ja. Nu heb ik van meneer Bremen begrepen dat je het ontworpen hebt en dat is ook nog genoemd. Ja, dat is toch schoon, hè? Ik ben de naam maar even kwijt, Mary. Maurice Lennarts. Nee. Morilan heet het. Morilan, dat wordt ervoor. Ja. Wie komt genoeg op zo'n idee? Houdt er niks te doen, zo gaat te tekenen. Meneer Bremen had het probleem. En dan zei ik, ja, dat is dus het probleem. Heb ze dan een oplossing voor? En zo ontwikkelen voor een nieuw product natuurlijk. Ja. Ja. En het is wel een beetje uniek, moet ik zeggen. Ik heb het nog nooit gezien. Nee, het is uniek inderdaad, dat klopt. Ja. Dus wel een doorontwikkeling van dingen natuurlijk. Dus heb ze dat niet in de ene dag ontwikkeld. Maar zo met en met, ja, dan ga je zeker de techniek aanpassen. Wordt er al geplaatst of is het nog in een ontwerp? Er is al een paar keer ontplaatst, ja. Ja. Jo, nu stond vrij even bij een foto, wat ze ook gemaakt hebben, de Gaia zo. Nou, wat is toch bijzonder aan? Nou, dit is een project wat ik durf te zeggen dat soms dat in Europa alleen maakt. Wat is dat dan? Is dat een schuifdag? Dat is een schuifdag, zo steed het bij Snow World, tenminste in Kunstwa. Dat ze gaan verpassen, oude verkeerstoren in Schiphol. De breedte onbeperkt, de lengte onbeperkt en dat zijn feestzalen.
En ga je zo met die evenement aan, dit kan allemaal met deur kunnen ondergeloten worden, dat die een extra, dat ruimte, extra ruimte. Extra ruimte erbij creëren. Beweno, Brakke, vroeger... Blabla. Blabla. Alles, ja. Vroeger wordt nog Sheen, sloeg ertussen, ja, ja. Snoe, halloween, ja, ja. Of zo. Ja. Kromme Toeter, dat wordt puur. Tot naar huis, tot Seven bij de Heinz. Ja, noem maar op. En in Uverkant bij Opidom. Dat was een hele mooie charme gemaakt trouwens. Ja, maar Opidom, dat is bijvoorbeeld de kap. Ja, maar dat er nu even een beetje stagnatie is in dat pand, dat er geen in zit. Maar dat is een pand dat ik nooit gedacht had dat ik toch vergunning voor zou krijgen. Voor dat gans vast te bouwen. Ja, ja. En het is zelfs zo, zie worden gelaat destijds. Maar de kant van Brakke tot het laatste pand, Ton Peters, ik weet niet meer hoe die zaak heet. Die had het filiaal worden. Het filiaal. Had de gemeente nog zelf de helft met betaald. Ja. Wanneer het maar uniformiteit en kleur wordt. Ja, ja. Ja, en niet op de grond stingen, hè? En niet op de grond stingen. Dan word je met de eisen, hè? Want waarom eisen ze dat, joh? Nou, die schermen hebben voor in 2011 had ik in België, in Gent, de baanbreker gekregen. Waarom? Die schermen, dat worden zowel innovatief. En die gaan 7 meter naar boven? 7 meter vrij aan de vuur. En die worden bij calamiteiten, zieke auto, brandweer en alles. Geen obstakel. Geen obstakels. En zodoende is dat. En, maar dit scherm is ook een product. Dat zie je dadelijk, hé, wat vanzelf nog gaan ze oelezen. En we zijn vroeger begonnen met een Poolse stang. Nu inmiddels kan zo'n arm, die vroeger 50 kilo koest dragen, kan 160 kilo dragen. En dus, snijden zo gaat erop, kan dat allemaal? Kijk, natuurlijk geen meter, hoor, want dan houdt de sporthal in Duitsland het nog niet. Nee. Maar een klein laag snee moet het tegen kunnen. Ja. Was er nog een goede voetballer vroeger? Abdesse Bos, de Boys. De Boys, Laura. Alles aan vergaat. Ik koos alle clubjes. Dan worden een jongen, daar houden ik geloof ik 7 besturen weggejaagd. Daar Sammy. Auke Haas. Ja, en met de penalty specialist had ze nog gevoetbald. Och, de Pablo. Dat ging, ja, wat niet met wat. Shane Hansen, dat wordt het jonger, hè? Ik verhoor van de wegen vertellen dat ik een kerk kwam. Dat is een Christenparkstad, waar dat er Kai Konsten mij belde. Door Louis van Gaal kan het nog meer aan de oven komen. Bob, verdomme Kai. Schnee loog zo hoog, want daar komen die niet af. Michels komt toen dat niet, dat weet ze nog wel. Echt, Robby de Lehey, Sies Hofman, Reginald Tal. Die drie, voetbalde toen op het IJsje van MBV, zei jongens, dat moet me helpen. Kom ik met drie met streegten heren, naar Kerkroor, naar de Miranda oven. Moest ze nu eens proberen. Moest ze nu eens proberen dat ze met lui van Kerkroor naar Maastricht of omgedreven. Een paar idioten maken daar zo'n rambam dat dat niet kan. Kijk Wim, dat is dus het evenement wat ik met Ron Wijs en Roger Vrenke organiseer. Al 20 jaar. De latere Chopol Dame er nog even bijgekomen. Maar we doen dat al 20 jaar. Voor het goede doel, hè? Voor het goede doel. Dit is het evenement waar ook wat zien weer gaan niet kent. We zijn begonnen 20 jaar geleden. En alles is smoking, hè, joh? Alles is smoking. En het is, je kan ze nog niet een losse kaart kopen. Een bedrijf kan in de tafel. En het bedrijf nu die ook zien gastdoel. Ja, en hoe gaat het niet, hè, jongen? Nee. Even wachten, Kumpel weer. Kunt. Succes. Dank je, Wim. Bedankt voor de ontvangst. Geer gedoe. Adieu, was aan zijn kerk. Adieu.